Welkom bij de kick-off van de 14e editie van de ondernemersverkiezing van Noord-Holland. Wat een bijzonder moment. Ik zit hier in de Philharmonie in Haarlem met een hele lege zaal. Eigenlijk best wel gek. Want anderhalf jaar geleden zaten we hier met een ontzettend volle zaal. Met heel veel trotse koppies. Heel veel trotse ondernemingen met al hun werknemers die hier stonden te kijken hoe de prijzen in de wacht gesleept werden. En nu zitten we in tijden van corona. Toch wel een hele andere situatie. Maar ook een hele mooie situatie om dit jaar de meest knallende en verrassende verkiezingsavond ooit ervan te maken. En dat gaan we doen. Want dat verdienen de ondernemingen in Noord-Holland ook. We zien juist in deze tijd dat er heel veel bedrijven zijn die juist nu omdenken. Denken in kansen en vernieuwingen toepassen omdat ze mee moeten in de veranderende wereld. En dat gaan we deze avond centraal stellen. Nieuwe omstandigheden, nieuwe prijs. Ik ga er zo wat meer over vertellen, maar we beginnen even met de nieuwe gedeputeerde van de provincie, Ilse Zaal. Ilse zit in het provinciehuis hier in Haarlem, dus we schakelen meteen even over. Ilse, kun je jezelf misschien even introduceren? Dag Renield, ik ben Ilse Zaal en sinds 18 mei ben ik gedeputeerde Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt in Noord-Holland. Ja, en jij bent de juryvoorzitter volgens mij, ook een hele eervolle en belangrijke taak. Ja, dat is een hele eervolle taak. De ondernemingsverkiezing is een mooie kans om te laten zien wat de Noord-Hollandse ondernemers betekenen voor economie, innovatie en werkgelegenheid. Het winnen van die prijs is echt een bekroning op hun werk. Het is ook best een lastige taak, want ik ben ontzettend trots op alle ondernemers in Noord-Holland. En we hebben dus heel veel mooie bedrijven om uit te kiezen. Zeker weten. Superveel mooie bedrijven. Maar ook echt wel een uitdagende tijd, juist in 2020. Ik heb de afgelopen maanden heel veel ondernemers besproken en ik zie dat de coronacrisis hen keihard raakt. Ik zie zorg, ik zie financiële problemen en vooral heel erg veel onzekerheid. Aan de andere kant ben ik ook onder de indruk van de flexibiliteit, de inventiviteit en de creativiteit van onze Noord-Hollandse ondernemers. Ik zie toeristische ondernemers die gezamenlijk arrangementen ontwikkelen om binnen de RIVM-richtlijnen te blijven. Agrariërs die hun lokale producten afzetten aan de inwoners om hen heen. En er is zelfs een luchtfilterproducent die nu mondkapjes produceert. We zien dus niet alleen zorg, maar we zien ook nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen. En het is belangrijk dat die ook na de crisis kunnen worden verzilverd. Zeker, en die nieuwe kansen willen we ook eigenlijk wat extra aandacht geven dit jaar. Kun jij wat meer vertellen over de nieuwe categorie en prijs? Ja, dat klopt. Deze prijs heet de Belofte voor jonge ondernemingen die zich onderscheiden. En juist in deze tijd is het heel belangrijk dat we net gestarte ondernemingen een steuntje in de rug geven. Dus ken jij een onderneming die deze kans verdient? Meld hem dan aan. De lijnen gaan open. Wacht. De lijnen gaan nog heel even niet open. Wel fijn dat je zo enthousiast bent. Maar we gaan eerst nog even met wat anderen in gesprek. Bedankt Ilse voor jouw bijdrage. Graag gedaan Renield. Ik heb ontzettend veel zin in deze verkiezingen en ik hoop de komende tijd nog heel veel ondernemingen in Noord-Holland te bezoeken. En natuurlijk ga ik ook langs bij de winnaar. Zeker. Dat beloofde mooie ontmoetingen te worden. En laten we dan even beginnen bij de oud-winnaar van 2 jaar geleden van de categorie Groot. Colin van der Laan. Dan schakelen we even over naar Zwaag. Colin, hoe voelt het nou? 2 jaar achtereen eigenlijk al, dus de winnaar van die belangrijke prijs. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoi, Renild. Je ziet het al denk ik aan me. Hè? Big smile nog steeds. Dus ik moet zeggen, het voelt nog steeds heerlijk. We zijn er nog steeds trots op, blij mee. En ik moet eerlijk zeggen, we genieten er iedere dag nog wel een beetje van, hoor. Dat snap ik. Het is natuurlijk ook wel een onwijs grote eer. Hey, begreep ik nou dat jullie hem opnieuw hebben ingepakt? Ja, dat klopt. Ja, weet je, wij wonnen de prijs op een woensdagavond. En een aantal collega's zaten in de zaal, maar natuurlijk niet iedereen. Lang niet iedereen. Dus wat we gedaan hebben, wij hebben woensdagavond hebben hem uiteraard gevierd in Haarlem. Hebben het heel gezellig gemaakt, maar we hebben hem vooral woensdagnacht hebben we de prijs weer ingepakt. En donderdag hebben we nagedacht over, ja, hoe gaan we dat nou met z'n allen vieren? En wat we gedaan hebben, we hebben de prijs ingepakt. We hebben het uiteraard wel laten weten dat we de beste waren. Maar vervolgens hebben we een plan bedacht. Vrijdag hier deze ruimte versierd.
alle jongens wat eerder van de klus terug laten komen. En de wethouder gevraagd, de wethouder van Horen, Ben Tap, gevraagd om de prijs weer opnieuw aan ons uit te reiken. En dan niet aan ons, niet aan de directie, maar juist aan het oudste en de jongste collega in ons midden. Zodat we eigenlijk symbolisch de prijs echt samen in ontvangst konden nemen. En ja, daarna een groot feest gevierd uiteraard. En ja, zo hoort het. Even alles erop en eraan. En die foto's, die kijken we nog wel eens terug, ja. Nou, super hoor. Mooi hoe jullie dat met elkaar zo gevierd hebben. Dat draagt ook zeker bij, denk ik, aan de vreugde binnen jullie bedrijf. Super om te horen. Hey, en heeft het eigenlijk ook nog andere dingen opgeleverd voor jullie? Nou ja, terechte vraag, want ondanks dat we er wel echt van genieten, is het natuurlijk ook wel van belang. Ja, wat kun je er verder nog mee, naast heel veel trots en waardering intern? Maar ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook echt wel wat situaties dit jaar geweest van bepaalde prospecten of opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers, waar ik eigenlijk al jarenlang een voet tussen de deur probeer te krijgen. En inmiddels hebben wij in ons bedrijf bij al onze e-mail onderin een keurige banner, hè, de beste van winnaar ondernemersverkiezing Noord-Holland, hè, de beste van Noord-Holland. En sinds die banner onder onze e-mailtje staat, lijkt het allemaal wel iets makkelijker te gaan wat betreft de terugbelverzoeken en de reacties op e-mailtjes. En ja, ik zit inderdaad bij een aantal nieuwe klanten zit ik echt aan tafel om na te denken over de toekomst. En er zijn ook wel wat mooie opdrachten uit voortgekomen. Dus ja, het winnen van de prijzen legt ons geen windeieren, zeker niet. Nou, gaaf Colin. Dank je wel ook dat je even tijd had om bij ons te zijn. En geniet er vooral ook nog lekker even van, hè? Ja, dank je wel. Dat gaan we zeker doen. Ontzettend jammer uiteraard dat het de afgelopen keer niet heeft plaats kunnen vinden. Maar ja, gelukkig dit keer wel. Ik ben ook blij dat er gewoon een opvolger voor ons komt. Hoewel ik het natuurlijk ook helemaal niet vervelend vond dat ik een jaartje langer van de prijs heb mogen genieten. Maar ontzettend bedankt en nogmaals, we zijn nog steeds een hele trotse oud-winnaar. Dat geloof ik. En geniet vooral nog even van dit mooie aanzicht, die mooie prijs die naast je staat. Want daar komt ook een nieuwe voor in de plaats. En het is eigenlijk wel een leuk momentje om dat ook nu meteen aan jullie allemaal te laten zien. Want die staat hier naast mij. En dit is het prototype van de nieuwe award. Een award die je juist echt als geen andere award goed boven je hoofd kan houden. En de hele provincie kan laten zien hoe geweldige winnaar je bent van deze verkiezing. Dus ik ben stiekem eigenlijk best wel trots op. Ik vind hem wel gaaf geworden, jullie. Ik zet hem maar even weg en ondertussen gaan we even ombouwen. Want ik heb straks nog een gast hier naast me. Dankjewel. Bij mij is aangeschoven Jan van Ginkel van MT Sprout. Super blij dat jij hier bij ons bent, Jan. Als nieuwe partner van de ondernemingsverkiezing. Klopt. Mooie thema's die ik binnen jullie organisatie voorbij zien komen. Leiderschap, hoe kunnen jullie ondernemerschap verder stimuleren? Wat maakt jou zo enthousiast om bij ons aangesloten te zijn? Ja, laten we beginnen dat Noord-Holland natuurlijk een enorm belangrijke provincie is, ook als het gaat om de economie. Als MT en Sprout hebben we als missie om leiders te helpen om betere leiders te worden. En ondernemers om hun onderneming te laten groeien. Dus dat past heel erg bij wat er hier gebeurt. En als ik kijk wat ik zie op het podium, ook de afgelopen jaren, want ik ben hier wel vaker geweest. Dan zie je eigenlijk allemaal ondernemersverhalen. En dat is ook wat wij doen. We vertellen ondernemersverhalen door de artikelen die we schrijven. En willen daarmee andere ondernemers weer inspireren. Nou, en ja, dit past er heel mooi bij. En daarnaast hebben we ook onze eigen lijsten met winnaars. De MT1000, de MT500, de Sprout Challenger 50. En we merken dat bedrijven ongelooflijk trots zijn op het feit dat ze in zo'n lijst staan. En dat is heel leuk om dat te zien. En dat geeft heel veel enthousiasme ook bij ons. Ik sluit me als MT en Sprout hier heel graag bij aan. Ja, top hoor. Hey, en wat zijn je verwachtingen voor de komende editie? Ja, ik denk dat het een hele bijzondere editie gaat worden. Want ja, de afgelopen jaar hebben we natuurlijk wel iets gemist. En ik denk dat we met z'n allen ook wel toe zijn aan iets leuks en iets om het ondernemerschap te vieren. Het ondernemerschap in deze tijd is lang niet voor iedereen even makkelijk, om maar even zo te zeggen. Maar ja, we snakken ook weer naar goed nieuws en naar succesverhalen. En elkaar ontmoeten, elkaar inspireren.
Dus ik denk dat het een hele bijzondere editie gaat worden. Absoluut. Super. Hey, leuk dat je erbij bent. Top. Zeker. Wederzijds. Ja, want ik heb jullie natuurlijk meegenomen in een aantal mooie vernieuwingen die wij toepassen in de ondernemersverkiezing. Maar gelukkig hebben we ook een hele belangrijke vertrouwde basis. En daar behoren natuurlijk ook onze trouwe partners bij. En zo wil ik graag even schakelen naar Jan Kees van RSM. Goed je te zien, Jan Kees. Hey Reneelt, goed om jou weer te zien. Nog niet helemaal in het echt, maar dat gaat vast snel goed komen. Daar ben ik van overtuigd. Hey, al zoveel jaren betrokken bij de ondernemersverkiezing. Hoe kijk jij nou tegen de verkiezing aan in deze gekke tijden? Ja, lastig is het allemaal, Reneelt. Maar ja, als ik kijk hoe de bedrijven in Noord-Holland, de klanten van RSM en mij omgaan, dan heb ik daar diepe bewondering voor. Zeker niet alle bedrijven gaan goed. Er zijn natuurlijk branches waar je als ondernemer nog zo sterk creatief en inventief kan zijn, maar dan heb je het gewoon in deze periode super moeilijk. Ik ben ontzettend blij dat we als ondernemersverkiezingorganisatie hebben besloten om in 2020 sowieso door te gaan. De juryactiviteiten van 2020 werden abrupt onderbroken. We hadden onze shortlists klaar. Ik hoop dat er veel van die bedrijven nog steeds mee kunnen doen en mee willen doen. Wij hebben als jury ongelooflijk veel zin om op wat voor manier dan ook weer de bedrijven te gaan bezoeken. En wat mij betreft, Reneelt, mogen de lijnen open. Laten we dat doen, Jan Kees. Een supermooi moment om ook echt daadwerkelijk nu live te gaan. En voordat we dat gaan doen, wil ik nog even afsluiten. Ik wil jullie heel veel danken voor het kijken naar deze kick-off. Hele gekke, veranderende wereld waar we in zitten. Maar niets houdt ons tegen om er dit jaar weer een fantastische editie van te maken. Ik ga ervan uit dat jullie ook weer met veel enthousiasme aan de slag gaan. En dan komt dat helemaal goed. Dank jullie wel.